Vorige maand stonden er verspreid over heel Rusland lange rijen om te zorgen dat Nadezhdin mee mocht doen. Minimaal 100.000 mensen moesten hem steunen en uiteindelijk verzamelde hij 105.000 handtekeningen. Die bracht hij zelf naar de organisatie van de verkiezingen. Veel van de mensen die Nadezhdin steunen vinden dat best spannend, omdat ze zo laten zien tegen president Poetin te zijn. Veel aanhangers van Nadezhdin zijn namelijk tegen de oorlog in Oekraïne, maar het is verboden om dat te zeggen. Toch steunen ze de tegenstander van Poetin. En dat lijkt nu allemaal voor niks. Dat vertelt Geert Groot-Koerkamp, die voor het Jeugdjournaal in Rusland werkt. Volgens de mensen die de verkiezingen organiseren zijn duizenden handtekeningen ongeldig. En daarom heeft Nadezhdin niet meer genoeg steun. Maar het lijkt eerder dat dit een smoesje is, omdat Poetin geen tegenstanders wil bij de verkiezingen. Toch hebben veel Russen hiermee kunnen laten zien dat ze het niet eens zijn met Poetin. En dat is al bijzonder. Want Vladimir Poetin is al 24 jaar de baas in Rusland. In die jaren zijn de mensen in het land steeds meer vrijheid kwijtgeraakt. Demonstreren mag niet, journalisten zijn niet vrij om te zeggen wat ze willen en veel van zijn tegenstanders zijn in de gevangenis gezet. Daarom is het dapper dat Nadezhdin mee wil doen aan de verkiezingen. Hij liet eerder al weten dat hij niet bang is de gevangenis in te moeten. En hij geeft ook nog niet op. Nadezhdin zal er alles aan doen om volgende maand toch te kunnen meedoen met de verkiezingen. Daar zei hij vandaag dit over. Toch is de kans klein dat hij alsnog mag meedoen. Er zijn behalve Poetin nog wel 3 andere kandidaten, maar zij doen mee voor spek en bonen. Het is nu al zeker dat zij niet veel stemmen gaan krijgen en dus zijn ze ook geen gevaar voor Poetin. Als het Nadezhdin echt niet lukt om mee te doen aan de komende verkiezingen, dan probeert hij het de volgende keer over 6 jaar weer. Rano или поздно я точно стану президентом России. Хотелось бы пораньше, конечно.